Vandaag in studio Buitenspeelfront. Wordt trampolinespringen een officiële demonstratiesport? Atleet Troy Douglas bezocht een Right to Play project. En het weer, want schijnt de zon morgen wel. Mijn naam is Tom van den Berg en je kijkt naar Studio Buitenspeelfront. Het actievoeren wordt door de buitenspeelclubs op verschillende manieren gedaan. Voorbijgangers worden uitgedaagd om een spel te spelen. En iedereen die meedoet, stuurt een sms om het goede doel te steunen. De buitenspeelclubs worden op locatie bijgestaan door Olympische sporters, die zelf ook regelmatig actief zijn voor het goede doel. Right to Play is opgericht door oud-schaatser Johan Olaf Kos. Hij vraagt aan bekende sporters of ze iedereen willen vertellen over Right to Play, of de arme landen willen bezoeken om daar samen met de kids te spelen. Veel sporters willen dat ook graag doen, bijvoorbeeld de bekende wielrenner Lance Armstrong. Er zijn ook Nederlandse sporters die regelmatig op reis gaan. Zo bezochten judoka Ben Sonnemans en hardloper Troy Douglas een project in Mali. Op dit moment lopen er projecten in ruim 25 verschillende landen. Je moet dan denken aan landen als China, Ghana, Tanzania en Mali. Het is belangrijk dat we doorgaan met actie voeren, want er is nog ontzettend veel werk te doen. Buitenspeelclub Hub 1 Hub 2 Buitenspelen bedacht een creatieve actie. En als het goed is staat Leon daar, dus we schakelen naar hem over. Leon, ben je daar? Leon? Leon! Ja, oh, Tom! Ja, Tom! Ja, ik ben alvast een beetje aan het trampolinespringen hier. En moet je eerlijk zeggen, moet je best wel moe van. Maar ik sta hier bij buitenspeelclub Hub 1 Hub 2 Buitenspelen. Ja! Stel jezelf even voor. Ik ben Aniek. Ik ben Tom. Ik ben Daphne. Ik ben Monique. Ik ben Arnoud. Jullie heten Hub 1, Hub 2 Buitenspelen. Hoe komen jullie nou aan die naam? Gewoon verzonnen. Ja, logisch. Hey, en staan jullie nou de hele dag op die trampoline te springen? Is dat niet saai? Nee. Je kunt steeds nieuwe trucs ontdekken. Oké, okay, nieuwe trucs. Oh, dan ben ik wel benieuwd naar een paar trucs van jullie. Kunnen jullie laten zien? Tuurlijk. Tuurlijk. Oké. Okay. Kom erbij. Ziet er allemaal heel spectaculair uit. Maar kan iedereen dit nou leren? Tuurlijk, dat is niet zo moeilijk. Oké, okay, lijkt me trouwens heel leuk als demonstratiesport dit. Maar dan hebben we wel een jurylid nodig. En ik heb een verrassing. Ik heb iemand meegenomen. Een top judoka. Brian van Dijk. Oké. Brian, de buitenspeelclubs die demonstratiesporten, die kunnen toch allemaal mooie prijzen winnen? Ja, dat klopt. De clubs kunnen via de website een online sms-klassement bekijken. Ze kunnen dan zien hoeveel sms'jes er voor hun club zijn opgehaald. De buitenspeelclub die de meeste sms'jes weet op te halen, wint dan mooie prijzen. Oké, maar wat kan deze buitenspeelclub Hub 1, Hub 2 Buitenspelen nou doen om geld in te zamelen voor Right to Play? Nou, het lijkt me leuk dat de kids hun trucs leren aan de mensen die hier winkelen. En als ze dat dan lukt, dan moeten de deelnemers een sms'je sturen. Wilt u een trucje van mij leren? Maar dan moet u wel een sms'je sturen naar Right to Play. Dus dan moeten wij nu het trampoline spelen. Ja. Ja, kom op. Het is hartstikke leuk. Kom mee. Willen jullie het goede doel steunen? Oké, okay. Ja, leuk. Willen en staan. Oké. Willen en staan. Ja, en verzenden. Juist. Oké, Tom. Nou, er wordt hier flink ge-sms'd zoals je ziet. Hartstikke goed, ik spring nog even lekker door. Dit was Leon vanaf de trampoline voor Studio Buitenspeelfront. Terug, Tom, naar jou in de studio. Nou, ik ben aangeschoven, hoor, Leon. Tijd voor het weer.
Morgen wordt het wat kouder en er zal iets meer wind gaan komen. Dat betekent meer bewolking en een middagtemperatuur zo rond de 18, 19 graden. Je kunt wel buiten spelen, maar probeer iets te doen waardoor je lekker in beweging blijft. Niet te lang stilstaan, anders vat je nog kou. Ik weet trouwens wel iets. Dit was Studio Buitenspeelfront. Je kunt nog steeds meedoen met je eigen buitenspeelclub. Geef je dan op via de website www.buitenspeelfront.nl. Morgen is er weer een nieuwe Studio Buitenspeelfront en dan laat Leon zijn danskwaliteit aan ons zien. Tot dan!